Vanaf zaterdag 14 december kan er weer geschaatst worden in Beuningen tijdens de negende editie van Beuningen on Ice. Het evenement dat eens in de twee jaar in Beuningen wordt georganiseerd, heeft een enorme groei doorgemaakt. Daarmee heeft deze editie de grootste schaatsbaan van Gelderland. Ja, we hebben weten te realiseren dat we een duizend vierkante meter ijsvloer hier neer hebben gelegd. En ik denk dat dat voor Beuningen een, een, een ja, iets schitterend is. Uh, 750 vierkante, vierkante meter was het twee jaar terug. En dat is geluk met uh, een club van 300 vrijwilligers. Dat is echt uniek wat we hier neerzetten, denk ik. Er kan niet alleen worden geschaatst. De organisatie heeft ook een maatschappelijke functie, zegt voorzitter Mark van Loveren. Uh, de Nice is laagdrempelig. Uh, gratis entree voor iedereen van 0 tot 100. Nou, voor de, voor de minder bedeelden hebben wij een, een avond dat ze kunnen komen schaatsen. Maar ook zeker voor de ouderen, die komen volgende week dinsdag hier voor een lekker kopje koffie met een, met een gebakje, wordt hun aangeboden. En donderdagmiddag hebben we seniorenmiddag. En op de woensdag hebben we zelfs een lunch georganiseerd, maar dat is een... Initiatief van twee dames uit het Beuningse. Die hebben gevraagd of dat het hier mag. Het is dus een lunch voor eenzame ouderen. Wij zijn, zijn zij bij andere zorgcentra geweest hier in de omgeving. En mensen die echt rond deze dagen, rond de kerstdagen zich eenzaam voelen, die gaan wij woensdag ophalen. Die komen hier naartoe. En die wordt een lunch aangeboden met wat lekkernijen. Wij zijn vanaf zaterdag geopend, 14 december, en we gaan door in één ruk tot 5 januari 2020. Elke dag zijn we geopend.